Tom. Hallo kijkers van Shine. Oh, we deden geen klap. Wat? Nee, ik zal met mijn handjes klaar. No. Nee, nee, mijn klap is voorbij. Ik gebruik toch de klap, hele klap niet. Dus die gaan we niet meer gebruiken. Oh. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Black and White 2 Avatarlog met Sander van Gaming SB. My landing? Snap deze Raven Rancying niet, ing. Nee, dat klopt, want het is van Breaking Bad, ing. Wat? Die helderziening? What the freak? Ik ben helderziening. Ik weet ook niet wat we hebben gedaan de laatste keer. Dus ik ga de gym in. Want ik denk dat ik dat nog niet heb gedaan. Oh, wacht. Jawel, je hebt je gym wel gedaan, toch? Ja. Ja. Ik kan je vertellen, ik heb de gym in gedaan, hé. Ik zou ook niet best zijn, want anders dan sta je echt 4 gyms voor. In plaats van 3. Ook niet geheel onmogelijk. Nog steeds heel erg, maar wel minder heel erg. Maar Sander, we moeten het ergens over hebben. Wat? Ik heb niks gedaan. Nee, dat zeg ik ook helemaal niet. Ik heb door jou een geheel nieuwe verslaving. En dat is? Dat is een Engels leenwoord, hè? Ja, verslaving. Wow, die had ik zelf nog niet eens door. Wie het zegt, zie ik het wel ineens. Maar, vertel. Mijn nieuwe verslaving is Pokémon Journeys kijken. Ah, het is wel, hij is wel goed. Op de, op de Slowking aflevering dingen na, die mag je skippen. En er zijn 3 precies in het midden van de Final Tournament gedaan, die niks met ding te maken hebben. Maar ik kan niet zeggen wat het is, want spoilers. Oké. Okay. Of ja, ik geen fuck dus om Chloe. Wat ik snap. Ik geef vooral niks om de jamper die Chloe vaak bij zich heeft. Wat doet Chloe met haar leven tot nu toe eigenlijk bij jou? Ze heeft een Eevee die niet wil activeren. Nou, spoiler alert. Dat wil ze nog steeds niet. Nee, ik had het net opgezocht namelijk. Van, evalueert het beest nog een keer? Maar nee. Nee, en dat is dus... Ze dachten, hey, in het midden van een fucking belangrijk tournament, laten we daarin doen een recap van de Eevee die niet evolueert. Ja, nee, want er is ook zoveel over te recappen. Ik was echt boos. Ik heb die vandaag gezien, dus de boosheid zit ook echt nog heel ver. Nou, weet je wat ik stiekem een beetje hoop, Sander? Oh, deze battle heb ik eerder gedaan. Wat? Sorry? Ja, dit is die battle die elke keer terugkomt. Ja. Wat ik stiekem een beetje hoop is dat die Eevee, zeg maar de transitie wordt naar... Gen 9. Naar Gen 9 door een nieuwe evolutie. Ja, met nieuwe evolution, dat hoop. Daar zat ik dus ook na te denken. Ik denk... Maar dat was eigenlijk... Zeg maar, ze hebben altijd zo'n teaser in het Japans. En ik had alleen de naam gezien. Dus ik dacht, wacht. Zou het niet... We zijn al best dichtbij Gen 9. Zou het niet kunnen zijn dat ze nu... Hè? Onderbreken om te laten zien, yo, in de anime hebben we een hele speciale Pokémon en dat is eigenlijk gewoon een Gen 9 Pokémon, maar dat weet je nog niet. Dat hoopte ik op. Net zoals Melmetal. Ja, die heeft Ash en Sun and Moon blijkbaar. Ja, dat klopt, Melton. Ja, en dat is eerder ook wel eens gebeurd. In de een van de laatste Hoenn afleveringen heeft Gary een Electrifier. Ja, dat klopt. En je hebt die ene Johto, dat zo'n guy zo'n Sneasel en zo'n Blaziken heeft. Ja, klopt. Maar ja, dat is geen main character, maar dat is één guy die eventjes in het Pokémon League zit. Maar het is wel... Ze doen het wel altijd, dat ze zo'n transitie hebben inderdaad. Dus Mee krijgt ook een Munchlax in Gen 3. Ja, dat is natuurlijk officieel ook een Gen 4 Pokémon, anders dat ik dat altijd vergeet. Ik denk altijd dat het een Gen 3 Pokémon is. Ja. Togepi heb je natuurlijk ook, maar dat... Ja. Dat is wel heel vroeg, maar op zich, het is wel zo. Kwam die wel al in Gen 1 dan? Ja, ik dacht... Ik hoorde dat heel veel mensen dus ook denken dat Togepi een Gen 1 Pokémon is. Dat eigenlijk. Omdat Misty hem eigenlijk al heeft sinds aflevering 5 of zo. Nee, niet 5. Nee, niet zo snel. 25 of zo. Zij krijgt hem wel echt heel vroeg. Oké. Dat is wel raar, toch? Ja, maar nou... Ik heb dus ooit een feitje gezien dat het dat Gen 1 en Gen 2 tegelijkertijd gemaakt is, maar dat ze toen
niet alle Pokémon uitgebracht hebben. En dat ze een paar gefinal touched hebben, zeg maar. Zo een beetje van dit en dan klaar. Dat? Dat snap je niet, want dat deed ik met Kermit. Jawel, ik voelde... Oh, jij voelt aan. Nee, dat is fijn. Dat komt goed uit. Nee, maar dat dus. En ja, zo is Gen 2 eigenlijk gefinishing touching. Gefinishing touching? Ja, 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 ja. Ik wist dat je het zou zeggen. Ik ben zo trots op je. Wat moet ik toch zonder Milan, jongens? Helemaal niks. Nou, dan ben ik wel minder boos. Ja, maar dat ligt aan jezelf. Nee, als jij geen Breaking Bad kent, what the freak goes erin? Yo, hoe kun je niet tevreden zijn als je niet weet dat er een pizza op het dak ligt? Ik zeg maar. Deze referentie snapt hij dus niet. Nee. Ik denk dat ik ook blij ben. Nee, dat is echt heel King. Dat ik ga healing. Zal nee, maar... de healing. Kut, sorry. Nou. Heb je geen healings? Jawel, ja, potions. Ik ga quick. Nee, maar wist je dat het echt... Kom. Hij is Brook. Dus ja, super effective. Okay, maar hij is ook Rock. En dan ben jij super effective. Ja, maar ik ben ook Oh ja, ik ben ook Oh ja. Oh ja. Oh ja. Had ik al oh ja gezegd? Nee, sorry. Nee, doe eens. Oh ja. Nee, maar... En die pizza op het dak, dat was echt die Jesse, we need to cook. Dus eigenlijk Walter, niet Jesse. Want nou, meestal zeg je niet tegen jezelf, hé, we moeten dit doen. Die guy, die acteur van die guy eigenlijk, niet eens die guy zelf, dat is een typetje. Maar, dat, ja. Nee, die guy, die acteur van die guy, die had dus zo'n pizza. En Skyler wordt boos, want Skyler wordt altijd boos. En hij gooit die pizza dus zo achter zich, zo met deze beweging zo. Check deze beweging, zie je dat, Milan? Ja, zie je. Ja? En die doos en die pizza, alleen die pizza, die belandt dus keurig op het dak. En dat is... Dat vonden de makers zo grappig dat ze hebben dat er gewoon ingelaten. Okay. Ondanks dat het eigenlijk een soort blooper was. En later komt ook weer terug dat hij die pizza... In de volgende aflevering zit hij die pizza dus van het dak te schrapen. Dat is echt fucking funny. Dat is toch geniaal dat je zo... Ja, zo knap bent dat je de hele scène verandert. Dat is in Harry Potter ook een aantal keer gebeurd. Ja? Ja. Die heb ik dan weer niet gezien. Auw. Jawel, ik heb één gezien. Ooit op een dag, als ik tijd heb. Nou, maar Sander, dan moeten we ze eigenlijk samen kijken. Wie weet. Ben jij een beetje een lezer? Ligt eraan wat. Nee, ja. Als in... Kijk, dat klinkt heel raar. Maar ik bedoel meer als in... Bijvoorbeeld Blacklist, Avatar en The Witcher heb ik een aantal boeken van. Assassin's Creed trouwens ook. Maar dat lees ik omdat ik de karakters al ken en omdat het voor mij niet zo moeilijk inkomen is. Mm-hmm. En dan vind ik het niet erg, maar zodra ik dat niet heb, dan vind ik het kut. Automatisch. Okay. Ik heb eventueel alle luisterboeken van Harry Potter, dus dan kan je luisteren. Dat is op zich wel ziek. Het is beter dan de films, maar de films zijn ook heel goed. Ja, nou ja, ik moet ooit nog een keer kijken. Maar... Ik heb dus nu deze guy bevochten en ik wil healings items gaan halen. Maar dan moet ik weer tegen die water absorbing... Het is geen water absorbing. Dry skinning Torkoal. Dat vind ik niet zo chill. Nee. You do be riding what I thinking? Ja, yeah. Maar voor mensen die Journeys nog niet hebben gekeken en wel willen kijken, ja. Ik ga een beetje spoilen. Maar, spoiler alert. Ik vind Journeys wel erg leuk. Ik moet zeggen, natuurlijk zitten er filler afleveringen in, maar het is minder storend. Omdat ze, het is nu niet zo van, ze gaan van gym naar gym en ze proberen te rekken omdat ze niet naar de volgende gym willen, zeg maar. Ja. Dat gevoel heb ik helemaal niet nu. Dus nee, ik vind het erg leuk. Ik vind het leuk dat ze elke keer naar andere regio's gaan.
En ik vind het vet dat ze heel veel... Dat Ash ook een keertje zegt van... Oh, deze persoon ken ik, omdat ik die al een keer eerder heb gezien, weet je wel. Of deze Pokémon. Yo, dit is Chuck. Dat is zo die guy, die hebben we bevochten ooit. Ja, in plaats van Lieutenant Surge. Ja, in plaats van... Oh, oké. Jullie hebben het over die persoon, terwijl ik weet wie het is. Ik heb hem bevochten en zo. En dat was een vet moeilijke battle. Maar ik zeg er verder niks over, hoor. Nee, waar zou ik? En toch zijn er sommige momenten dat het om een Pokémon gaat. Dat ik denk van, ja, maar Ash. Het ging op een gegeven moment over Of nee, dat was net een aflevering die ik aan het kijken was. Toen moesten ze letterlijk een horde Tauros verzorgen. En Ash mentioned geen één keer aan Go van... Oh, Go, weet je trouwens dat ik ook een horde Tauros heb? Ja. Ik had het... Oh, dat is wel echt heel spoiler. Maar ook voor jou is dat spoiler. Mm. Nou, geef op een gegeven moment, Ash moet tegen een Hawlucha battelen. Mm. Oh, daar heb ik al gezien dat hij tegen een Hawlucha moet. Weet je, een Hawlucha, dat is best wel een Pokémon. Die is best wel ook recent. Mm-hmm. Was ook een van je MVP's van dat seizoen, volgens mij. Yep. En dan ga jij zo doen van... Oké, wat moet ik tegen hem doen? Ja, dan moet hij tegen B voor de tweede keer. Ja, de eerste keer verloor hij en nu speelde hij gelijk. Ja, klopt. Ja, maar, ja dat vind ik dan wel erg jammer. Maar ja, ik vermaak maar me goed. Maar aan de andere kant, als ze dat bij elke Pokémon moeten doen... Ash heeft er inmiddels ook al 6 keer 8 minimaal gehad, hè? Minimaal. Want ja, dat weet hij ik, maar... heeft ook in sommige generaties meer gehad natuurlijk. Ja, vooral in Gen 1, want later gebeurde dat niet zo heel snel meer. In Johto had hij Vampy ook nog. Die kwam ook later bij. Die haalt hij later in later generaties nog terug, toch, Vampy? Ja, dat klopt. Maar, hij heeft wel meerdere... Maar dan nog, dan is het toch... Het is nog steeds dezelfde Ash. Dus dan zeg je van, hé, die Pokémon heb ik ook. Ik vind het ook jammer dat hij niet gewoon al zijn Pokémon ook naar Vermilion haalt. Naar die dome, zeg maar. Ja. Dat doen ze bij de... Ja, het is niet echt spoiler, denk ik. Dat doen ze bij de Final Battle. Zitten ze wel alle Pokémon van Ash die in Oak's Laboratory zitten. Zitten ook zijn moeder. En al die Pokémon zitten mee te kijken. Dat is wel echt heel ziek. Oké, ik hoopte stiekem eigenlijk dat ze hem, dat hij ook nog weer Pokémon's gebruikte van eerst, maar dat doet hij dus niet. Dan voor trainen. Hè? Voor het trainen van andere Pokémon. Oh, dus niet in één aflevering traint hij andere Pokémon met zijn oude Pokémon. Dat is ook wel ziek. Dat is wel ziek, maar weet je wel, toen hij de Johto League deed, of toen hij de Hoenn League deed. Sinnoh was Sinnoh echt een goed ook. Voorbeeld. Toen heeft hij gewoon met Sceptil een Darkrai verslagen en met zijn Pikachu een Latios. Ja. En hij had nog meer Pokémon. Ja, maar dat vind ik altijd wel vet, dat hij dan oude Pokémon terughaalt. Dat is ook, maar... Ik zou het vet vinden als hij Sceptile terughaalt. Ja, dat zou ik ook, maar ik denk... ook vet vinden, maar ik denk dat ze dat niet meer doen, omdat ze dat die cycle hebben ze verbroken in Black and White natuurlijk ook, omdat dat de echte reboot zou moeten zijn, wat een beetje mislukt is met Iris en Silent, maar ja, ik denk dat ze daarom niet meer doen, maar ik vind het wel nou ja. Wordt het ergens, snap ik het ook wel. Alleen Ash heeft echt een OP team. Hij heeft gewoon echt letterlijk een team die aan zo'n toernooi mee kan doen, zeg maar. Ja, klopt. Dat vind ik wel echt vet. Dat Ash gewoon eigenlijk alleen maar goede Pokémon's heeft. Ja. Dat is wel een keertje leuk. Dat hij het niet met een Corphish doet, zeg maar. Nee. Hey, Corphish was wel grappig. Tuurlijk, alleen maak er dan tenminste een Crawdaunt van. Dat ben ik mee eens. Of Kulava die pas aan het eind in Gen 4 ook ineens zegt van... Yo, we gaan deze Cyndaquil, laten we die eens een keer Kulava maken. Ja, precies. Anders heeft hij er helemaal niks aan. Ja. Dat soort dingen, ja. Maar ik moet zeggen, ik vermaak me erg. Ja.
Nou ja, dat is het ook. Ik vind Go ook best wel vermakelijk, omdat hij ook een echt doel heeft. Ja, en die heeft ook een doel die ik heel vet vind. Gewoon alle Pokémon vangen. Zelfs Suicune. Ja, 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 dat was een beetje... maar ja. Was dat niet Justin's haat ook altijd? Van, yo, nee. Die Go die vangt altijd alles in de mee, nee, Pokémon. Dat weet hij niet eens, denk ik. Wie was dan die daar zo slecht op ging? Misschien Paddy? Ik kan me dat van Paddy dus niet voorstellen. Aan de andere kant, waarom niet eigenlijk? Misschien dat het wel Paddy was hoor. Ik ga echt eerlijk is eerlijk, als ik Pokémon speel, dan vang ik ook alles met een quickball aan het einde van de game, zeg maar. Ja, maar dat is wel een quickball. I mean, okay. Pokéball is wel net eventjes iets anders. Ja. Maar ja, het gebeurt zo zelden dat er een andere Pokéball wordt gebruikt. Ik heb maar één andere Pokéball gezien tot waar ik nu ben. Ik zit nu op aflevering 70 of zo. En dat was een Ultraball. Iemand gebruikt... Oh ja, Leon gebruikte een Ultraball toen hij Eternatus probeerde te vangen. Oh ja. We vergeten trouwens even dat Go volgens mij ook Eternatus heeft gevangen. Ja. Oké, okay, ja. Eternatus van Go. Dat is een tijdje geleden voor mij. Ja, Eternatus ook van Go. Dus hij heeft gewoon, voordat hij die Suicune ving, had hij al een Eternatus. Ja, tuurlijk. En hij had ook bijna een andere legendaris, alleen die ging er net uit. Zapdos had hij ook bijna. Of die had... Nee, die had hij gevangen, maar die liet hij weer vrij, geloof ik. Eén van de twee. In ieder geval, Go is de master. Hij vangt alle legendarische Pokémon. Ja. En ze probeerde een Mewtwo te vangen. Kan allemaal in die anime. Hey, we doen het gewoon. Misschien lukt het niet, maar we proberen het gewoon. Ja, overigens vind ik dat veel logischer, want dat is in de games ook zo. Jelly Sand. Ja, ik werd even afgeleid. Dat had ik door. Ja, nee, dat kan. En ik vond die aflevering in de Glimwood Tangle vet, met die Ponyta en Rapidash. Ja, die was ook wel vet. En hoe jij het zou noemen, Fadding. Fadding, oh, je kent me zo goed. Dat klopt, ja. Ik ben zo'n Pokémon. Ik heb zo'n Odd Incense. Nou, ook zo'n Sandermeester. Ik ben ook een Sandermeester, ja. Meestering is dat eigenlijk. Meestering, ja. Ik weet ook niet of ik de goede kant op ga. Ga ik de goede kant op? U ziet het in de volgende aflevering. Wat vooraf ging in Avatar 2. Avatar. Ja! Oh ja, dat kan gewoon, joh. Ja, het kan gewoon. Wat vooraf ging in Avatar Lok. Yo, Miro is echt geweldig. Dat klopt, ja. Ik wou dat hij in real life was. Yo, encountering? Oh ja, wacht, dat is niet hoe een Avatar Lock werkt. Maar ik mag hem wel vangen. Het is een buggy. Met 1 AP, hè? Ja, dat zat ik ook net te denken. Zonder Wonder Guard, hè? Zonder Wonder Guard? Ja, het is toch randomized abilities. Oh, ik doe altijd dat Wonder Guard, zeg maar, blijft. Want anders heb je niks aan als je dientje. Dan vang ik hem dus, zeg maar, nu voor... Lama, hij wil toch niet gevangen worden. Nee oké. Okay. Nee, ja. Ik ben nu wel benieuwd. De Sandstorm. Wat kut. Lol. Ik ben zo blij dat ik hem niet gevangen heb. Want daar had ik niet eens aan gedacht. Daar kan hij natuurlijk, ondanks of hij Wonder Guard heeft of niet, kan hij sowieso doorgeraakt worden. Yep. Volgens mij ga ik wel echt de verkeerde kant op. Hoezo kan hij nou weer Twister? Yo, dat is dat spel toch? Dat bordspel met die behendigheid. Ja, of Twister Rodriguez. Twister Rodriguez. Van Rocket Power. Ah, ja. Ik denk al. Ik herken de naam. Oh, dit was en ik slim. Weet waarom. Ik moest eventjes nadenken. Oh, dit is een trainering. Ja, volgens mij hoef je daar ook helemaal niet naartoe, toch? Ja, ik ben verdwaald. Ja, dat merk ik. Kan ik daar wat aan doen? Hé, een Carnivine, die mag jij.
Yo, he do be looking carny fine. Mhm. Ja. Ik vond jouw grapje een beetje mera gross. Nee? Vond jij hem niet grappig, Sandri? Nee. Ja, toch wel. Nee. Cap je door. Nee, 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 you don't have me door. Oh, godver. Carnivine. Carnivine. Carnivore. Telt dat? Mag dat? Ik denk wel dat hij ook daarom zo heet. Ja, ja, ik denk het ook. Wat dacht je van carni? Nah. Nee. Wow. Ik doe wel carnivore. Ik weet ook niet of dit is hoe je het schrijft. Nu wel. Dick van Dalen, kun je even de spelling hiervan aanpassen? Dat, nee. Dat ik het goed schrijf, zeg maar. Ja. Welke kant moet ik op? Oh, mijn stem. Welke kant moet ik op, Ing? Welke kering moet hij op, Ing? Oh. Hier niet. Nou, dat is wel goed. Daar niet. Moet je in de Nee, maar dan weet ik dat. Iron Ball? Yo, dat is om Iron Pokémon te evolueren. Dat is niet waar, Ing. Nee, dat is om Iron Pokémon te vangen natuurlijk. Anders was het een Iron Stone. Ook niet waar, Ing. Een pilozwijn. Yo, dat is zo'n kussenzwijn? Ja. Dat is wel ziek, Ing. Heel ziek, Ing. Jij bent zo'n grappling jacket. Nou, toevallig. Oeh, als hij een ijzer. Ik heb hem wel aan. Die grappling jacket. Heb jij hem aan, je grappling jacket? Nee. Next episode, I do be having on my grappling jacket. Nee! Ik moet betten. Ja, jij loser boy. Maar dan moeten we heel eventjes straks tussendoor stoppen. Want dan moet ik hem even halen. Packing. Ja, dan moet ik wel mijn grappling jacket pakken. Nee, maar ik heb die lolboek aan natuurlijk. Ah, die kunnen we niet zien. Want je zit in. Lolbroeking! Yeah. Ik ben zo benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Kun je dat alsjeblieft op TikTok zetten? Ik ben heel als benieuwd. Als ik double kicking. Double kicking. Ik deed zo'n double jumping. Had je mijn shiny Steelix gezien op Taking Talking? What? What the fuck? Nee. Zie je? Dus ik moet jouw Taking Talkings kijken, maar ondertussen zit je mijn Taking Talkings niet te kijken. Ik denk jij... Nou, ik dacht dus eerst van, nee, ik stuur het niet, hij ziet vanzelf. Toen dacht ik had hem ook al gezien toen je het stuurde. Toen dacht ik, weet je, die Milaning, ik zie je wel vooraan dat hij ook zou zeggen, yo Sander, ik heb nu zo'n goede TikTok, die moet jij zien. Ik wil gewoon dat jij hier blij van wordt. Dus ik denk, als ik dat nou denk bij Milan, weet je, dan vind ik het ook eigenlijk wel netjes om dat ook te doen. Vandaar. Ja, maar het was ook niet een grapje of zo. Met grapjes doe ik dat meestal wel, want dan is het funny. Maar dit is gewoon mijn pack opening. Oh, ik dacht een shiny Steelix in game. Nee, ik heb al heel lang niet meer echt een shiny hunt. Dat bewaar ik tot Scarlet en Violet. Dan wordt het shiny hunt mania. Oh ja. Is het niet zo dat daarna echt die Harry Potter game meteen uitkomt? Nee, want die is gedelayed naar februari. Daarom ben ik daar super blij mee. Ah. Daar ben ik echt blij mee dat dat is. Dus het klinkt raar, maar ja, zeker. Meeste mensen zijn meer... niet blij namelijk. Nee, maar ik wel, want daardoor heb ik veel meer tijd om gewoon rustig Pokémon te spelen. Ja, ik heb zo zin in dan. Ik weet alleen niet of het gaat lukken om vrijdag erbij te zijn. Had ik dat al gezegd? Nee, wat is dat nou, Sander? We hebben het buiten de opnames wel even over. Nou ja, kan ook in de opnames. Dus het is niet een of ander geheim. Maar voor school weet ik dat ze zijn best wel... hameren best wel op die aanwezigheid. En het zou goed kunnen zijn dat ik ook dan shit heb met projectgroepjes. De rooster is nog niet bekend. Maar als ik zit er met projectgroepjes, vind ik een beetje lullig om te zeggen, yo, ik ben er niet.
Want dan laat ik mijn groepje in de steek. Dat kan ik me voorstellen. En kijk, als dat het niet is, dan zou ik zeggen, boeien, dan is het voor mezelf kut dat ik er niet ben. Maar ja. Ik snap het. Wel jammer, enter something, maar ja, wat niet is, is niet. Nou ja, dat. Ik baal er wel heel erg van. Wat is dit? Is dit de kant die ik op moet? Ja, je moet dit allemaal elke keer invullen. C? Is dat goed? Ja, want ze dachten namelijk, de Movistar Studios wordt niet kut genoeg. Laat het nog kutter maken. Dat dachten ze. Oh, yo, zullen we nog meer kutte spul erin doen? Yo, I like your style. Dat, zeg maar. Ja, sorry. Address, hey, mijn address. Een ring met Urs erop. Ze vroegen om mijn address, maar ik wil niet... Gediedocht. Ik wil niet dingen leaken. Dus ik noem hem dus leak aan. Hunnebed 27, maar wil je dus niet... nu ga ik geraid worden. Maar niet op de goede manier. Zoals op Twitching. Ik zou ook wel nog een andere TikTok kunnen maken trouwens. Weet je nog dat je die ene crap guy had in die Gen 9 trailer? Ja, die lijkt... Dat is dus exact... Komt dat uit zo'n Mario gamepie? Weet je dat? Ja, maar hij lijkt er niet echt op. Hij lijkt er exact op. Dat is echt niet waar. Dat is echt wel waar. Oh nee, een Groudon. Als je ze naast elkaar zet, en dat heb ik gedaan, dan zie je het meteen. Dan denk je, oh, de kleur. Waarom hebben ze de kleur veranderd van die Mario karakter? Echt, 1-1. Echt, niet normaal. Maar Sander, ik moet toch een Groudon? Groudon, weet je hoe ik hem zou noemen als hij verslagen wordt? Groudon. Groudon. Oh, ik dacht Groudon. Groudon. Nee, oh. Blaziken. Die is ook wel goed. Die is ook wel goed. I like your style. Oh. Ik haat mijn stijl. Ik denk dat ik ga wipen. Hè. Nee. Dan moet je... dan loop ik een keer voor. Wat leuk. Kibooming. Sorry, dat is niet heel lief van mij. I do be wanting to be leaving. Dat wil niet echt lukken. Sorry. It do be spiting mying. Leugenings. Ah, dus nu... Nou, jij weet helemaal niet hoe ik mij voel. Oh. Don't tell me what to feel, bro. Dat vind ik niet heel erg woke van je. God, gaan we weer. Maar de justitie van veiligheid is wel trots op je dat je niet woke bent. Ja, ik las het, ja. Oh, ik moet het ook doen, hè. Waarom ben ik zo? Jij bent zo. Dat was een kopje. Hey, dat ken jij dan weer, want dat is van die voetballings. Met je Eredivisie voorspellen. Je 30... meest bekeken video's zijn allemaal Eredivisie voorspellen. Sure. Ja, als je ergens goed in bent, moet je blijven doen, hè? Dat is waar, maar... Dat is ook de... Nou ja, weet dat je... Dat zijn ook de video's waar ik de meeste interacties op heb. Kijk, als ik het zou doen, dan zou ik zoiets hebben... Dat kan ik echt niet maken, want dan verkoop ik mijn moraliteit. Maar jij vindt voetbal sowieso al... Niet erg, dus jouw moraliteit is toch al helemaal kapot. Nee, nee, maar jij, voor jou verandert er niks, zeg maar. Kijk. Ja, dat werkt niet, hè. Ik kan niet zo goed het Discord geluidje nadoen. Nee, niet Sonic Boom. Het was niet wat er stond, of wel? Since you've been gone, is gone. Oh, ja. Waarom? Wauw. Yo, ik ben blinding? Hij staat ook niet op fullscreening. Dus ik heb ook klein beeld, moet ik eerlijk zeggen. Had ik al pioneel gezegd? Wat zei je? Pioneel, pioneel, dat is de extended version. Ken je dat, extended version? Nee, dat ken ik niet. Yo, mierenzuur? Hoezo heb ik één guy mierenzuur genoemd? Misschien omdat een bug type was trouwens. I can't breathe for the first time. Yo, ik ben zo blij dat je weer kunt ademen. Of weer. Eindelijk kunt ademen. Voor de eerste keer zelfs. Ik haat mijn leven zo erg.
Hey, je hebt het in ieder geval overleving. Ja, maar ik moet nu weer tegen een battle en ik mag twee Pokémon niet gebruiken. Die zijn net geheeld door de Frauke. Waarom doet dat Frauke dat nou? Ja, wat is dit? Kaizo Emeralding? Ja, Kaizo Emeralding. Nee. Alleen dan zonder het schelden. Ik wil wel echt die game doen namen Omega Ruby. Die Omega Ruby ging zo goed. Ik denk, ja, de volgende stap. Oh, Kaizo Emerald. Ja. Alleen die Stunfisk dus niet. Maar wist je trouwens, vraagstuk van de vorige opname sessie. Ik weet niet of het de vorige aflevering is. Maar dat was, hoe kan het dat Stunfisk zoveel damage doet? Maar dat is Anger Point. Weet je wat Anger Point doet? Ik dacht 1 stage omhoog. Maar dat is dus 6 stages omhoog. Dus dan is het ineens heel logisch dat ik dood ging. Sinds je bent dood. I couldn't breathe. Anymore. All the time. Of all the time, ja, dat was wel beter. Yeah, yeah. Had je mijn tweet, of mijn tweet, mijn Discord trouwens nog gezien? Ik had daar een foto in gestuurd. Altijd als Serpentje, die guy, die ken je wel. Altijd als die start, dan heeft hij van die pop-up meldingen naar beneden komen. En heeft hij daar zo'n grappige tekst. En meestal let je niet op de tekst, want meestal ben ik er dan nog niet. Want ik verwacht altijd, oh, hij is een uur te laat en dan is hij een half uur te laat. Dus ja, hè, kan gebeuren. Maar dit keer was ik dus wel op tijd. En een van zijn meldingen is dus het onderwerp verbanning. Dus ik had gezegd, yo, Serpent doet ook aan goede Engels. Dat was het eigenlijk. Oh, oké, heel spannend. Lolling. Lolling, lolling, lol? Dat is Engels. Voor lol. Nice. Wat zeker nog niet Engels is, hoor. Ik wil niet kutlopen doen, hoor. Maar alweer? We zijn echt nog maar net een half uur bezig. Oh, ja. Dan wil ik iedereen ik wou zeggen, kijken. Zijn we niet veel te lang bezig, maar nee, dat viel nog mee. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke Zit ik wel midden in een battle. Doe een duimpje omhoog. Ja, we gaan toch meteen verder. Dat is niet erg. Nee, bedankt, ik moet mijn jas halen. Ja, maar dat is goed. Maar dat kan ook halverwege je battle. En tot de volgende keer, dames en heren.